Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een video over de nieuwe ponies van Lotte. Ze hebben twee nieuwe ponies gekocht voor de coaching en voor mennen voor Lotte. We zouden eigenlijk voor één gaan, maar verrassing hebben we de boer ook meegenomen. Het gaat namelijk om Femke en om Bastiaan, twee Wels kopponies, broer en zus, 9 en 10 jaar oud. En allebei in enkelspan, tweespan en onder het zadel. Jullie gaan nu eerst naar de beelden kijken dat we ze gaan ophalen. Langs geweest en hebben we ze uitgeprobeerd met het mennen. Dat ging erg goed. Toen waren we op eentje uitgekomen, maar Nicole kon niet laten om haar broer ook mee te nemen. Dus toen hadden we er twee. En nu gaan we naar het mennen met Bastiaan, de eerste keer mennen. Dat was op dinsdag en op maandag heb ik op allebei gereden. Femke ging dit erg goed. Ze was een beetje zenuwachtig, wat dribbelig en zo, maar gewoon stap en draf gedaan. Ging supergoed. Bastiaan was een heel ander verhaal. Daar ben ik namelijk afgevallen. Er werd gezegd dat hij met opstappen dat best wel spannend vindt. Dus dat had ik heel rustig aan gedaan en dat ging erg goed. Toen zat ik erop. Toen was hij gewoon eigenlijk best wel ontspannen. Toen wilde ik gaan stappen, maar toen hing ik tussen zus, dus Femke. En toen kreeg ik een rodeo. Het was letterlijk, zeg maar, dit. En toen ben ik er afgevallen. Het was nog dicht bij het krukje waarmee ik op was gestapt. Maar gelukkig ben ik daar niet op gevallen en ben ik goed gevallen. Daar heb ik niks aan overgehouden. Ja, ik had wat spierpijn en zo, maar dat maakt niet uit. Dus toen op dinsdag hadden we besloten om hem in te spannen voor de wagen te doen. En toen heb ik met hem gemend. En Lotte heeft met Jero toen in de bak erbij gereden. Ging erg goed. Ze deden het allebei heel erg goed. Dus we gaan nu naar de beelden van de GoPro. Thank you.
dan als laatste voor deze week hebben we nog dat we met Femke naar vaardigheidsles gingen van Christian Prevost. Lotte ging die rijden en ik was natuurlijk mee om te helpen en om de auto te rijden en zo. Het ging erg goed, dus we gaan nu over naar die beelden. Hallo mensen, Lotte gaat stuk op de wagen. Hallo mensen, we zijn met Femke. En Lotte heeft net les gehad van Christian Prevost in de vaardigheid. En Lotte, wat vond je ervan? Ik vond het leuk, maar het was wel een beetje zoals dat ik dacht van, waar gaat zij nou weer heen? Maar ja, dat lag aan mijn stuurkunst. Stuurkunst zijn echt top, maar niet heus. Maar het ging wel goed op zich. Ja, ik vond het ook ze goed. Ze had smaak te pakken, want smaak. De tweede keer dat Lotte met haar mens is, dat ze van ons is. Dus met ons tuig en onze wagen en zo. Dus dat is toch ook wel weer wat anders. En andere locatie. Maar ze was wel chill. Ging goed. Dus de eerste stap naar het EK is gezet, jongens. Yes. We moeten in ieder geval een ander bitje. Dus daar ga ik naar op zoek. Maar ik had er al twee besteld. Maar als het goed is, zijn die wel goed. Oh, hè? Ja. Per toeval. Top. En dan nu de video afsluiten. De les ging dus erg goed. Lotte heeft er veel geleerd waar ze weer mee aan de slag kan. Morgen, het is nu zaterdag en zondag, gaan we met z'n buitenrit. Maar dat komt in een andere video. Voor nu ga ik deze afsluiten. En dit was dan eigenlijk de eerste week met de nieuwe ponies. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!